heb hier voor me zitten Marieke Maton. Marieke, vanavond het vuurwerkconcert. Waarmee gaat het concert beginnen? Ja, we beginnen met de slagwerkgroep voor de pauze. En daarna komt het harmonieorkest na de pauze. En na het concert dan zal de Bekkersband ook nog optreden. Een paar jaar geleden hebben wij ook een vuurwerkconcert van Harmonie opgenomen. Maar toen viel me op. Toen knalde het, maar dat ging helemaal niet op het ritme van de muziek. Gaat dat vandaag wel gebeuren? Ik weet het eerlijk gezegd niet, want we hebben niet geoefend met het vuurwerk erbij. Dat is natuurlijk veel te duur als hier tijdens onze repetitie al het vuurwerk gaan verschieten. Maar we laten ons verrassen. Ja, het is niet niks, 100 jaar bestaan. Wanneer zijn jullie begonnen over het nadenken van de festiviteiten die jullie georganiseerd hebben en nog gaan organiseren? Ja, eigenlijk in 2008 al, omdat het toch erg veel is allemaal. Deze festiviteit, het vuurwerkconcert, is dat het laatste feestevenement wat jullie houden met het 100-jarig jubileum? Nee, het is niet het laatste. Morgen hebben we nog het pannenkoekconcert voor de jeugd eigenlijk. Maar iedereen die krijgt de pannenkoek, dus iedereen mag komen. En 25 september hebben we ook nog een historische optocht in samenwerking met Weekend Kunst.